Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Yara en ik maak video's over alles wat met boeken te maken heeft. En ik ga je vandaag laten zien welke nieuwe boeken ik aan mijn boekenkast heb mogen toevoegen. En dat zijn er nog best wel een hoop, moet ik zeggen. Als je me al langer volgt, dan weet je, ik heb een kleine boekenkast en ik probeer selectief te zijn in de boeken die ik toevoeg aan mijn boekenkast. Maar ja, ik heb ook een probleem en dat is dat ik gewoon graag veel boeken wil hebben en wil lezen. Eigenlijk ben ik niet helemaal gemaakt voor dat minimalistische gebeuren. Dus als ik ooit ga verhuizen, heb ik al tegen mijn vriend gezegd, ik heb een nieuwe boekenkast nodig en die heel groot is en niet zo'n halve billy. Maar ik heb hier dus een stapel boeken en ik ga er even met je doorheen. Ik schrok er best wel van toen ik dit zag. Toen dacht ik, oh, heb ik zoveel boeken gekocht of lijkt dat maar zo. Het eerste boek waar ik het over wil hebben is het boek Ademloos van Jennifer Niven. Ik heb dit boek nog niet gelezen en dat heeft ermee te maken dat ik hem wel wilde lezen in de zomerperiode. En toen ging ik ineens onverwacht op vakantie. En ik neem op vakantie eigenlijk alleen maar mijn e-reader altijd mee, omdat ik gewoon geen zin heb om met al die boeken te zeulen. En ook gewoon de stress die je ervan krijgt als een boek beschadigd raakt, heb ik echt geen zin in. Dus ik heb hem niet gelezen nog, maar ik wil er wel aan beginnen. En ik overweeg eigenlijk om er meteen na het maken van deze video eindelijk maar eens aan te gaan beginnen. Zeker omdat het ook wel echt een zomers verhaal is. Ik was wel al een stukje begonnen, ik was op pagina 50 en ik ben toen gestopt omdat ik op vakantie ging. Dus misschien moet ik hem gewoon maar verder gaan oppakken, want ik weet nog echt precies waar ik was gebleven. Mocht je benieuwd zijn naar de boeken die ik noem, sommige boeken zal ik even wat langer toelichten dan de andere. Deze ga ik niet toelichten, want daar heb ik het al heel vaak over gehad. Maar ik link wel onder de video naar de boeken, dus als je meer wil weten, kan je erop klikken op die link eronder. En dan kun je meer informatie erover lezen. Behalve dat ik graag young adult verhalen en romans lees, vind ik het ook heel interessant om meer te leren over je eigen ontwikkeling en thema's over groei en gewoon jezelf centraal stellen. En van een vriendin kreeg ik een boek aangeraden waar ik echt heel erg geïnteresseerd was. En dat is het boek Patronen doorbreken, geschreven door Hanny van Genderen, Gitta Jacob en Laura Seebauer. En er staat onder negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen. En ik heb best wel veel mensen in mijn omgeving die dit boek hebben gelezen. Dat vond ik best wel grappig, had ik eigenlijk niet verwacht omdat het zo'n specifiek onderwerp is. Maar er zijn echt meer dan 100.000 exemplaren van dit boek verkocht. Dus het is ook echt wel een populair boek. En op de achterkant van het boek staat, maak je steeds weer dezelfde fouten in het leven terwijl je hebt voorgenomen om de volgende keer anders te reageren. Vertoont je gedrag hardnekkige patronen die je zeer tegen je zin niet eenvoudig kunt doorbreken. In dat geval helpt schematherapie je verder. Schematherapie leert je om de oorsprong van je gedragspatronen te doorgronden, hun invloeden op je alledaagse leven te onderzoeken en jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Aan de hand van vele voorbeelden en online beschikbare infooefeningen maak patronen doorbreken, het boek dus, duidelijk hoe patronen van gedrag, gedachten en gevoelens zijn ontstaan en hoe je die kunt veranderen. Ik hoop dat het een beetje oké blijft. Het is heel raar weer. Het is heel zonnig, maar het wordt de hele tijd weer bewolkt. En dan gaat de bewolking weer precies voor de zon hangen. En dan wordt het hier in huis donker. Nou ja, dat is niet fijn voor filmen. Wat ik dus wil zeggen is dat ik het heel interessant vind dat je jezelf kunt veranderen op bepaalde manieren. Dus je kunt kleine aanpassingen doen om je leven prettiger te maken. En dat is waar ik graag boeken ook over lees, dat soort informatieve boeken. Ik heb ook wel eens boeken gelezen over hoe je kleine gedragsveranderingen in je huis kunt toepassen. Dus bijvoorbeeld hoe je niet bepaalde dingen kunt blijven herhalen waar je tegenaan hikt. Bijvoorbeeld, ik vond het vervelend om de afwas te doen, dus ik deed het nooit in één keer. Je deed dat in etappes. Tegenwoordig doe ik het in één keer, dat soort kleine dingen. En dit boek heb ik nog niet gelezen, maar wel al een tijdje in huis. En ik ben heel benieuwd waar het nou precies over gaat. Laat het gewoon even weten of je het leuk vindt om ook meer over dit soort boeken voorbij te zien komen. Want ik heb het dus eigenlijk altijd alleen maar over young adult verhalen en romans, omdat dat meer dicht bij mij staat. En ik weet dat heel veel mensen dat leuk vinden, maar ik vind boeken die meer psychologisch zijn of meer gericht zijn op zelfhulp, ook heel interessant om te behandelen. Dus laat het maar even weten of die behoefte er is. Het volgende boek is het Boekenweekgeschenk. Wat wij zagen van Hannah Barefoots. Ik had van mijn vriend een boek gekregen en dat boek heb ik niet hier bij de hand. Maar daar zat dit boek bij. Dus daar was ik heel blij mee. Ik vond het altijd wel leuk om zo'n boekenweek geschenk te krijgen.
Ik heb dus nog niet gelezen. Het is lekker een dun boekje zoals altijd. En ik heb er aan de ene kant heel veel goeds over gehoord, maar aan de andere kant ook weer niet. Dus de meningen wisselen. En daarom vind ik het extra leuk. Want ik ben heel benieuwd waar dit verhaal over gaat en wat ik er nou zelf van vind. Op de achterkant staat, wanneer Kaylee in de financiële problemen raakt, solliciteert ze naar een baan als content moderator voor een online platform waar ze de naam niet mag noemen. Haar taak, beoordelen welke aanstootgevende filmpjes, foto's en tirades moeten worden verwijderd. Het werk is zwaar. Kaylee en haar collega's zien gruwelijke dingen voorbij komen en de richtlijnen van het platform zijn vaak onnavolgbaar. Toch voelt Kaylee zich op haar plek. Binnen het moderatorenteam vindt ze broederschap. En als Kaylee verliefd wordt op haar collega Sigrid, lacht de toekomst hen toe. Of lijkt dat maar zo? Wat wij zagen is een verhaal over wie of wat ons wereldbeeld bepaalt. Ik ben echt super benieuwd hiernaar en denk dat dit ook wel een goeie is om gewoon een keertje tussendoor te lezen. Je hebt het natuurlijk echt zo uit, dat ik met vorige boekweekgeschenk ook, dat was zo uit. Dat boekweekgeschenk van 2020, dat zou toen ook een echt dik verhaal worden, geloof ik. Een normaal boek. Maar ik weet eigenlijk niet hoe het daarmee zit. Het volgende boek, daar ga ik niet te lang bij stilstaan. Volgens mij worden jullie helemaal gek van me. Het is het boek Middernachtbibliotheek van Matt Haig. Wellicht heb je hem ook al voorbij zien komen in een vorige video waarin ik laat zien welke boeken er nieuw in mijn boekenkast zijn. Dat was een vooruit exemplaar en dit is een normaal boek. Dat vooruit exemplaar is gewoon een lelijker boek als het ware. Daar kunnen nog foutjes in staan. En omdat dit dus mijn allerlievelingsboek ooit is, moest ik hem zelf ook hebben. En zo geschieden. Zoals ik al net zei, vind ik het heel interessant om gewoon meer te leren over mezelf, over de wereld, over het universum. En er is zoiets, dat houdt me al heel lang bezig en dat ik doe er maar niks mee. En nu dacht ik, weet je, ik ga gewoon een boek erover kopen en dan ben ik benieuwd of er iets in staat waar ik wat aan heb. En dat is het boek Leven met de Maan. En dit boek is geschreven door Jasmine Boland. Danique Vee, een van de dames van Adorable Books, is super enthousiast over de boeken van Jasmine Boland en ze raden dit ook aan. Wat ik zo interessant vind, is dat ik merk dat ik minder goed slaap als het een volle of een nieuwe maan is. En ik zou graag meer willen leren daarover. Ik geloof er ook echt wel in. Wij mensen bestaan voor zoveel procent uit water. En als je kijkt hoe water reageert op de maan, ik geloof er gewoon echt in dat wij daar dus ook op reageren. Dus op de bewegingen van de maan. En dit boek gaat me daar hopelijk meer over leren. Ik zal je even vertellen waar het boek over gaat. De maancyclus heeft een grotere invloed op ons dan we ons realiseren. Jasmine Boland geeft je in dit boek alle informatie die je nodig hebt om met behulp van dagelijkse maanstand te werken. Het begrijpen en gebruik maken van de maanfase zal je inspireren om bewuster en voluit te leven. Naar het volgende boek ben ik wel een hele lange tijd benieuwd. Ik had dit boek binnengekregen als een soort blind date met een boek. Ik zou een boek krijgen van een uitgeverij, maar ik had geen idee welk boek. En dat is het boek Waar ik liever niet kom, geschreven door Lieselotte Idema. Ik heb dit boek al heel lang in huis, ik denk nu 2 of 3 maanden. 3 maanden. En het komt er maar gewoon niet van. Want aan de ene kant vind ik het dus heel leuk om hier ook meer over te lezen. Maar aan de andere kant is het ook weer zo'n verhaal waarvan ik denk... Maar meestal zijn dat juist de verhalen die het leukst zijn. Of zit ik mezelf nu dat aan te praten? Ik weet het niet. Op de achterkant staat het volgende. Terwijl haar complete vrienden en kennissenkring gaat backpacken in Azië, houdt de 28-jarige Caroline voet bij stuk. Zo'n reis is niet voor haar. Wat heeft ze te zoeken aan de andere kant van de wereld? Thuis in Utrecht is het leven toch goed? Maar wanneer haar relatie op de klippen loopt, boekt ze hals over kop een enkele reis naar Bangkok. Wacht even. Toen ik dit las, dacht ik echt, oh nee, dit is echt zo'n cliché verhaal. Gewoon... Dat backpack verhaal, iedereen gaat backpacken op een bepaalde leeftijd en nee, is niks voor mij. Nee, ik ga het toch maar wel doen. Maar goed, we lezen even verder. Nog even sceptisch als voorheen vertrekt ze met een grote rugzak en een stapeltje vergeelde brieven naar Thailand. Verre van zeker of ze het lef heeft om door te reizen naar het eiland waar ze eigenlijk moet zijn. Tenminste, als ze antwoorden wil op de vragen die de enveloppen in haar tas oproepen. Klinkt wel als een spannend verhaal, maar ik vind dat stuk van dat backpacken dan toch weer zo... Ja, ze had ook gewoon met een koffer kunnen gaan, snap je? Je kan ook gewoon naar een eiland in Thailand met een koffer. Dat stuk van dat backpacken had er echt niet per se in gehoeven. Dit klinkt dus als een meisje dat gewoon niet daartegen zou kunnen en eigenlijk gewoon net zo goed met een koffer kan. En Thailand is prima te bereiken met koffer, dus waarom doe je jezelf dat onnodig aan? Maar dat is dus wat ik dacht toen ik dit las en ik had er gewoon niet zo erg veel zin in. En ik geloof dat dit ook het debuut is en dat zorgde er ook voor dat ik er niet heel veel zin in had. Misschien moet ik het gewoon proberen. Wat vind jij? Laat me weten. Moet ik dit boek gaan lezen? Het volgende boek waar ik het over wil hebben is het boek De Roos uit het Beton van Angie Thomas. En ik heb nu alle boeken van Angie Thomas gelezen. En ik ben echt wel fan van haar en haar schrijfstijl. Ik vind het echt supergoed dat Angie Thomas zich bezighoudt met
onderwerpen als armoede, racisme en ongelijkheid. En al haar boeken hebben zo'n fijne schrijfstijl. Die vertaling is altijd zo goed gedaan. Dat denk ik echt. Dat zorgt er gewoon voor dat jongeren ook weer willen lezen en dat ze zich kunnen herkennen in boeken. Dus dat vind ik heel mooi eraan. Ik zal even vertellen waar het boek over gaat. Er is één ding waar de 17-jarige Maverick Carter zeker van is. Een echte man zorgt voor zijn familie. Als zoon van een voormalig berucht bendelid doet Mav dat op de enige manier die hij kent. Hij dealt voor de Kinglords. Met het geld dat hij daarmee verdient kan hij zijn moeder helpen, die twee banen heeft om voor hen tweeën te kunnen zorgen, terwijl zijn vader zijn gevangenisstraf uitzit. Mav's leven is niet perfect, maar hij heeft het gevoel dat hij alles redelijk onder controle heeft. Totdat hij erachter komt dat hij vader wordt. Plotseling heeft hij een baby, Seven, die niet zonder hem kan. En hij komt er al snel achter dat drugsdealen, hard studeren en voor een pasgeboren baby zorgen moeilijker te combineren zijn dan hij dacht. Dus wanneer Mav de kans krijgt om het rechte pad te bewandelen, grijpt hij die met beide handen aan. Hij zal iedereen die hem bestempelt als hopeloos tuig hun ongelijk bewijzen. Alleen is weglopen niet zomaar een optie. Niet wanneer er Kinglord bloed door je aderen stroomt. Ik had dit boek echt binnen een paar dagen uit. Hij was echt super fijn geschreven. En ik vond het echt weer heel leuk dat er een nieuw boek van Angie Thomas was. Dit boek is al, geloof ik, in begin 2000, ik weet niet, dit boek is in ieder geval in 2021 uitgekomen, maar het heeft even op zich laten wachten dat ik het mocht toevoegen aan mijn boekenkast, want hij was bij Danique E., een van de meiden van Adorable Books bezorgd, en dat terwijl ik zeg maar de vaste lezer ben van de boek van Angie Thomas. Dat verdelen we dus altijd. Dit is een prequel op The Hate U Give. En The Hate U Give, die ken je wellicht wel, dat is echt een super bekend boek waar ook een verfilming van is verschenen, dus... Dit gaat over de vader van hoofdpersonage Star uit The Hate U Give. Het volgende boek dat ik nieuw in mijn boekenkast heb is het boek Een doodgewone nachtvinder van Melody Klaver. Ik heb nog geen idee wat ik hiervan ga vinden, want ik heb hem nog niet gelezen. Ik ben nog niet begonnen aan dit boek. Ik wilde eraan beginnen, maar er kwamen heel veel boeken tussendoor. Maar ja, ik had nog niet echt de puff gehad om weer te beginnen aan een nieuw verhaal. Soms heb je dat je naar een boek kijkt en dat je denkt, jou wil ik lezen, jou wil ik lezen, jou wil ik niet lezen, jou wil ik ook niet lezen, jou wil ik lezen. En zo maak ik altijd mijn selecties. Maar dit boek heeft dan de hele tijd op zich laten wachten. Ik vind wel dat de achterflaptekst een beetje voorspelbaar is. Dus ik heb echt geen idee of het boek ook goed zal zijn. Het is het debuut van Melody Klaver, dus we shall see. Dit boek heb ik al vaak benoemd in mijn video's. De Zevende Zus van Lucinda Riley. De Zeven Zussen, deel 7. Die is nieuw in mijn boekenkast. Een parel van een boek. Ontzettend dik. En ik had hem ook zo uit. Ik vind het heel leuk dat ik hem mocht toevoegen aan mijn boekenkast. Ik heb hem gekocht bij Boekhandel Donner in Rotterdam. Op een gegeven moment overleed Lucinda Riley. En dat was allemaal heel plotseling. En dat was zo erg dat je echt dat niemand zag dat aankomen. En ze was al die tijd zo ziek geweest. En toen wist ook niemand meer of het verhaal nog zou worden afgeschreven. Dat was natuurlijk wel een van de vragen die je meteen had toen zij overleed. Van, is deel 8 dan wel af? Gaan we weten hoe het gaat eindigen? En toen bleek dus dat haar zoon het verhaal gaat afschrijven. Lucinda Riley heeft dus alle grote lijnen neergezet. En haar zoon, die ook auteur is, een co-auteur ook van Lucinda Riley, die gaat het verhaal afmaken. Dus ik ben heel benieuwd naar, maar het duurt nog wel even voordat dat boek verschijnt helaas. En dan zijn we aangekomen bij het laatste boek. En daar ga ik niet veel over vertellen, want ik heb het al vaker genoemd. Maar hij is toch nieuw binnengekomen de afgelopen maanden. En dat is het boek Wedden dat ik blijf van Marijke Vos. Een van de leukste auteurs van Nederland, als je het mij vraagt. Echt een superleuk verhaal ook om te lezen. Als je nog op zoek bent naar een fijn feel-good verhaal, dan is dit een topboek. Ik heb in totaal 10 boeken mogen toevoegen aan mijn boekenkast. En driekwart daarvan gaat denk ik weg. En ik denk dat ik een paar meer hou om aan mijn boekenkast toe te voegen. Ik heb al voor een paar boeken een nieuwe eigenaar gevonden. Eigenlijk heb ik nog een ander boek toegevoegd aan mijn boekenkast. Maar dat is een reisboek. Ik dacht, dat is misschien iets heel erg leuk om te laten zien. Dat was een boek van Italië. Waar mijn vriend en ik naartoe op vakantie waren. Dus die heb ik even niet laten zien voor vandaag. Maar die is ook wel nieuw in onze boekenkast. En aan het einde van het jaar ga ik weer een unhaul doen. Dus ga ik laten zien welke boeken ik ga wegdoen. Want ik verzamel die tot dan. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel boeken ik de komende maanden nog ga toevoegen. Maar als het zo doorgaat. Het gaat wel heel snel zo op deze manier. Ik moet echt even nadenken hoe ik dat ga aanpakken. Misschien moet ik even een soort no-buy doen. En geen boeken kopen. Want anders dan blijft het exploderen. Laat vooral even weten door een reactie achter te laten of jij nog recentelijk nieuwe boeken hebt mogen toevoegen aan je boekenkast. En zo ja, misschien is het wel leuk om een top 3 te vertellen. Dus als je graag wil laten weten welke boeken je nieuw hebt, laat je top 3 vooral horen. Volgende week ben ik weer terug met een nieuwe video, dus dan zie je me weer. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doei doei!